Mijn geluk op mijn hoofdaccount is Fuji gone helemaal weg. Dat is echt niet normaal. Waarschijnlijk hebben jullie dat ook wel gezien. Ik had gewoon geen geluk meer. Echt alles wat ik deed mislukte gewoon. Ik had gewoon 100 dozen of zo geopend en geen squeak gekregen. Die video erop had ik gewoon weer allemaal dozen geopend. Geen gadget of geen sterrenkracht gekregen. Het zat gewoon niet mee op mijn hoofdaccount. Maar hopelijk heb ik nu wel geluk op mijn tweede account, want we gaan hier namelijk ook allemaal rewards openen. Ik ga de Brawl Pass kopen, dan vervolgens ga ik in een half uur tijd zoveel mogelijk opdrachten proberen te voltooien. Dus ik ga gewoon een half uur gewoon alleen maar opdrachten voltooien en alle rewards die ik dan vervolgens heb ga ik openen en hopelijk krijgen we dan squeak. Het zal wat zijn. Heb ik veel minder dozen dan op mijn hoofdaccount en dan zou ik wel gewoon squeak krijgen op mijn tweede account uit een doos. Dat zou echt ziek zijn als dat gaat gebeuren. Daar gaan we achter komen. En als jullie er zin in hebben, smash dat duimpje omhoog. 5000 likes zou perfect zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je natuurlijk een aankoop doen, vergeet natuurlijk niet de code BOWS in te vullen. Want elke week wordt die ook weer automatisch uitgevuld. Dus het wordt gewaardeerd als je hem daarna weer opnieuw invult. Aankoop wordt trouwens ondertussen gedaan. En dan hebben we 170 edelstenen. En dan kunnen we natuurlijk de Brawl Pass kopen. Niet met extra, extra thuis. Of extra drempel, zo moet ik het zeggen. Want dan betaal je weer wat extra. Ik had geen zin om dan weer nog een duurdere aanbieding te kopen. Dus ik hou het er nu bij voor deze. Maar dan hebben we ook alweer wat extra dingen. En wat vooral chill is voor nu, is dat je extra opdrachten hebt vrijgespeeld. Want door die extra opdrachten kan je gewoon extra tokens vrijspelen. Zo simpel is het. We hebben belegering, we hebben gevarenzone, we hebben solo showdown, hebben we gewoon 3 opdrachten. Dat is best wel veel. In duo hebben we er gewoon echt ziekelijk veel. Herstel punten, richt schade aan, weer 5 gevechten. We gaan wel duo showdown doen en dan doe ik dat met de knokker die ook veel opdrachten heeft. Poco heeft ook ziek veel. Oké, dan gaan we duo showdown doen met Poco. Oké, dan heb ik gewoon nu 7 opdrachten allemaal in één keer die ik kan voltooien. En we hebben maar 3-10 keer gebruik van opnieuw spelen. Die kan ik ook nog gewoon doen. We gaan in ieder geval checken. We gaan het gewoon spelen. Ik zal de timer even aanzetten. En dan kunnen we beginnen. Zo, hij loopt. Dus dan weet ik een beetje hoe lang we bezig zijn. We mogen dus een half uurtje gewoon opdrachten voltooien. Daarna gaan we alle rewards openen. Oh, ik ben zo benieuwd. En van die half uurtje spelen laat ik trouwens lekker de hoogtepunt zien. Ik heb nog mijn naam van... Ik heb nog mijn naam van toen ik onder de koffer ging. Ik ben supergoed. Dat is wel ernstig. Mijn tweede account heet nu gewoon ik ben supergoed. Dat is niet een hele goede naam eigenlijk. Ik kan hier even mijn gadget inzetten. Die Rosa, die moeten we hebben. Die Rosa moeten we... Oh, we hebben hier trouwens heel veel. Kom op, teammate. We gaan hier alles pakken. Top. Ik moest ook levens herstellen in duo. Dan is dit eigenlijk wel perfect gewoon. Want met Poco herstel je heel makkelijk levens. Ja, dat is echt super easy. Hier, doe maar wat hits. Je mag best wel wat hits doen. Ik zal even mijn super aanzetten. Top, en dan kan ik nu weer killen. Ik moet eigenlijk damage tegenkrijgen. Want op die manier ga ik natuurlijk ervoor zorgen dat ik HP weer erbij krijg. En voor mijn opdracht is dat perfect. Ik ben gewoon ziek OP als Poco zijn. Zo, weer levens erbij. Wat gaat hij daarom nu doen? Geen idee wat hij daarom nu gaat doen. Dit is bizar. Check hoe makkelijk levens ik erbij krijg en hoe makkelijk ik damage doe. Dat slaat helemaal nergens op. Dat slaat helemaal nergens op. Kom hier. Oké, weet je wat? Ik ga nu even zorgen dat ik levens erbij krijg. Want dat is goed voor mijn opdrachten. Dit eerste potje laat ik trouwens nog even helemaal zien. Daarna ga ik gewoon lekker voor mezelf spelen. Zorg ik even dat ik alle opdrachten gewoon voltooi. Zo, zo. Komt u maar, komt u maar, komt u maar. Yes. Dit is niet normaal. Ik kill zoveel. Ik doe zoveel damage. Ik ben zo benieuwd naar de statistieken van deze game. Want dit ging al meteen zo belachelijk goed. Rosa, komt u maar. Komt u maar tevoorschijn. Oké, zijn teammate komt nu weer tot leven. Helemaal prima. Daryl, doe maar gewoon lekker damage bij mij. Helemaal prima als je damage doet. Ik moet toch weer HP erbij krijgen. Is goed voor mijn opdrachten. Dus jongens, doet u maar damage. Doet u maar damage. Helemaal prima. En dan ga ik nu weer even zorgen dat ik HP erbij ga krijgen. Dus die max laat ik even leven. En dan heb ik nu weer HP erbij. Dat is gewoon bijna 10.000 HP wat je er in één keer bij krijgt. Max, doe maar even damage bij mij. Hier, hier, ik schiet de andere kant op, jongen. Je kon toch mijn kant op lopen? Nou ja, boeien. We hebben nog wel een kill. Misschien was dat ook al opdracht. Hoeveel heb ik allemaal in deze game of hoeveel heb ik gehaald? 61.000 levenspunten hersteld. Ik heb bijna 500 tokens in één game verdiend. Bro, dat is niet normaal veel. Richt 160.000 schade aan. Nou ja, daar heb ik al meer dan 50.000 gedaan. Weer 5 gevechten. Die heb ik echt. Dit is zo bizar.
Zo hard gaan we op deze manier. Dit is heel chill. Maar ik ga het voor mezelf spelen. En als we opdrachten hebben voltooid, dan zien jullie me weer. Dus ik laat het alleen zien als we een tokens erbij hebben gekregen. Nou, ik denk dat dit potje wel goed gaat komen. Er even levens erbij. Top. Ik ga nu eventjes weer weg. En dan laat ik mezelf weer even healen. Dan heb ik sowieso die opdracht voltooid. Dus dat is chill. En dan gaan we nu even deze pokko kijken of ik die kan pakken. En ik heal natuurlijk ook weer als ik deze pokko gehold het is. Top. Dan denk ik dat we nu wel veel tokens erbij hebben. Inderdaad, in 2 games 1000 tokens verdiend. Bro, dat is echt niet normaal veel. We moeten nog wel weer 5 gevechten met Poco. Dus we gaan nog even een tijdje door. Ik ga sowieso een tijdje door. Maar we hebben nu in ieder geval 1000 tokens erbij. Dus dan gaan we weer mooi verder. Hoe ver waren we eigenlijk toen we begonnen? Ik weet niet eigenlijk precies hoe ver. Maar we gaan in ieder geval ziek veel tokens verdienen. Dat is wel één ding wat zeker was, is. Ik denk dat we bij 13 waren of zo toen we begonnen. Maar ik zie jullie zo meteen wel weer. Ah, weet je wat? Ik zet het timer. Of ik doe de camera even uit. Ik zie jullie zo meteen als we klaar zijn. En dan zien we hoeveel rewards we hebben gekregen. Ondertussen een tijdje verder en ik heb al niet normaal veel rewards vrijgespeeld. We begonnen volgens mij bij 13 of 14, zoiets ongeveer. En we zijn nu bij 26. We hebben denk ik meer dan 5000 tokens verdiend in een half uur tijd. Ik ben iets over een half uur heen gegaan, 31 minuten. Ja, oké, nou ietsjes te veel dus. Maar hé, beter te veel dan te weinig. Maar we mogen nu alle rewards claimen. Dus ik ben benieuwd of ik de nieuwe knokker kan krijgen. En op mijn tweede account heb ik trouwens verder geen knokkers meer die ik kan krijgen. Ofwel. Squeak kunnen we krijgen. Bellen kan je niet krijgen, want dan moet je bij zeg maar 30 zijn. Dus dat kan niet. Maar Squeak zou wel kunnen. Ik word echt helemaal gek als we Squeak gaan krijgen. De megadozen die bewaar ik op het eind. En ik ga lekker snel door de doos heen. En ik had trouwens bij het trofeeënpad ook nog een grote doos die ik kon openen. Dus die moet ik niet vergeten. Maar ik ben benieuwd. Nee, nu niet. Die knokdoos, dat kan bijna niet. Dat kan bijna niet. Oh, maar wat heb ik hiervoor moeten spelen? En ik heb zo belachelijk veel opdrachten voltooid. In de thumbnail zou ik ze wel allemaal eventjes neerzetten. Maar om dat allemaal nu te laten zien zo aan jullie vind ik hem ook een beetje onzin. Want al die opdrachten, ja, dat is gewoon door te spelen natuurlijk. En ik heb al vaak genoeg van die video's gemaakt dat ik alleen opdrachten ging voltooien. Deze video gaat meer over de rewards die we krijgen. En dan hoop ik natuurlijk op Squeak. Maar die hebben we tot nu toe nog niet gekregen. Maar hey, de megadozen die bewaar ik dus. En we hebben er nu al 2. En hier heb je er nog 1. Dus we hebben zometeen sowieso al 3 megadozen. En hier heb je er verder geen. Oké, dus we hebben zometeen 3 megadozen. Maar we hebben nu nog allemaal grote dozen die we verder kunnen openen. Dus misschien dat we uit deze grote doos ook iets kunnen krijgen. Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Ik ga zometeen trouwens ook nog even checken of de kans op Squeak op mijn tweede account groter of kleiner is dan op mijn hoofdaccount. Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar dit is de laatste grote doos. Oké, niet uit de grote doos gekregen. We hebben nu nog 4 megadozen. Ja, 4 megadozen die we nu kunnen openen nog. En nog een grote doos bij het trofeeënpad. Die grote doos ga ik trouwens eerst openen. We hebben de kans op een mietsknokker is 0.26. Op mijn hoofdaccount was het 0.27. Dus op mijn hoofdaccount was de kans technisch gezien net iets groter. Maar misschien dat het niet gaat uitmaken. En dat we wel hier gewoon Squeak gaan krijgen. Eerste megadoos. Geen Squeak. Geen Squeak. Maar dat maakt nog niet heel veel uit. Want we hebben er nu nog 3 te gaan. Volgende megadoos. Weer geen Squeak. Is Squeak überhaupt te krijgen uit de megadoos? Ja! No way! Oh, dit is toch echt ernstig. Dit is echt ernstig. No! Echt op mijn hoofdaccount had ik zoveel meer dozen dan op mijn tweede account. En op mijn tweede account krijg ik hem wel. Of... Nee! Oh shit, chick. Ik heb natuurlijk nog met mijn gadgets sterrenkrachten die ik kan krijgen. Ik was even met mijn hoofd van, nee, op mijn hoofdaccount. Als ik iets krijg, dan krijg ik zo'n Squeak. Maar, nee, oh shit. Het is gewoon een gadget van Colt, die trouwens wel heel chill is. Oh, wat stom. Nou, nu Squeak. Nee, nee, dat wordt... Nee, ook op mijn tweede account geen geluk. Squeak is mega moeilijk om te krijgen. Oh, ik dacht even dat ik Squeak kreeg, maar dat was een beetje een troll van Brawl Stars. Nou, maakt niet uit. Nee, dan laat ik het erbij voor deze video. De games gingen trouwens behoorlijk goed. Ja, ik heb niet alles gewonnen, maar het meeste wel.
Kijk hier, jongen, ik ging als een raket. Dus ik heb ook weer mooi wat trofeeën erbij gepusht. Dat is wel handig als ik natuurlijk ooit Ems en natuurlijk Stu wil vrijspelen. Maar dit was voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik nog tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding, Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!